in de sporthal. En dan kunnen de kinderen met Sinterklaas en Zwarte Piet na te lessen op de foto. Daar worden ook de lampionnen verkocht voor de lampionnenoptocht, die zoals altijd vanavond om 7 uur zal plaatsvinden met vertrek vanaf de sporthal. Ook kunnen jullie dan limonade en speculatie eten met Sinterklaas en de Pieten, dat allemaal in de sporthal. En we gaan in ieder geval een hele leuke middag van maken en misschien ook wel een gedeelte van de avond. En ik moet zeggen, het is schitterend weer, misschien wel een beetje fris, maar de zon schijnt wel. Alle reden om een... om hier Sinterklaas zo mooi te ontvangen. Dat is Koos Roodverzekering, dat zijn Crescendo, de brandweer. Daar komt een oldtimer, de politiewerk mee, de familie Eenvoorn, Sporthal de Walvis, Hogendorp Transport, op de boot accordeonist Huig Rook, woningrichting Verschoord. Nee, zijn jullie Sinterklaas kwijtgeraakt? Hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat jullie Sinterklaas zijn kwijtgeraakt? Beetje dom. We gaan eens even kijken. Maar hebben jullie wel vandaag wel een keertje gezien? Wel gezien, maar nou, maar ja. Komen jullie naar boven? Oh, nou, dan gaan we direct eens even met jullie praten. Want ja, je kan Sinterklaas toch zomaar niet alleen laten? Nou, voordat dan Sinterklaas komt, hebben we hier natuurlijk een zeer welkome gast, burgemeester Casimir van Krimpenerwaard.
Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Wat dacht u, vorig jaar was het gezellig. Ik kom weer naar Krimpamelek. Ja, ik denk hier is het zo mooi en Sinterklaas komt hier. Dus een hele belangrijke dag vandaag. En ik ben blij dat ik erbij mag zijn. Uiteraard. En dan geef ik even het woord aan de voorzitter van Krak Karin. Want die gaat u ook nog even welkom heten. Ja, officieel welkom heten, burgemeester. Dat is dan de taak die de voorzitter heeft. Dus allereerst heel erg hartelijk welkom allemaal. Wat worden we toch verwend op deze dag. Wat een geweldig weer. En we zijn ontzettend blij dat u er bent, burgemeester. Nou, heb ik me laten vertellen dat wij nog een leuk presentje voor u hadden. Maar ik zie even de pakjes aangeven niet. Dus ik denk dat dat even op zich laat wachten. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Dus, heel erg welkom en we hopen dat u een hele fijne dag heeft. En dan wachten we in spanning af totdat Sinterklaas er is. Nou, dank u wel voor het welkom. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het met de jongens en meisjes van Krimpen is. Zijn jullie zenuwachtig? Oh, kijk, daar is Piet. Piet, goedemiddag. Piet, kom er even bij, joh. Oh, wacht even. Piet heeft een reddingsvest aan, heel verstandig. Heel slim. Goed zo, Piet. Kom nog een Piet aan. Jee. Hey Piet. Zo, welkom. Dag Piet. Alles goed? Ja, het gaat wel prima. Maar weten jullie waar Sinterklaas is? Hebben jullie hem ook nog niet gezien? Nee? Komt hij wel, Piet? Ja, daar ga ik wel vanuit, toch? Zou Sinterklaas wel komen, jongens en meisjes? Wat? Wat is er? Waar? Hey Piet, goeiedag, welkom. Hallo. Piet, alles goed met jou? Ja hoor. Wat zit er in die grote zak, Piet? Dat daarin zit. Wilt u kijken? Ja. Mag ik eens even kijken? Ah. Allemaal snoepgoed voor de kinderen. Oh, allemaal snoep, wat goed. Zeg Piet, hebben jullie een goede reis gehad vanuit Spanje? Heerlijk. Ja? Toen we weggingen was het nog lekker warm. Nu niet zo erg. Hey, daar is nog een Piet. Hey Piet, welkom. Fijn dat je er bent. Fijn dat je er bent. Zeg Piet, komt Sinterklaas ook vanmiddag? Nou, volgens mij wel. Maar zien jullie al iets, kinderen? Waar? Ik zie niks. Ik denk dat we ze gaan. Ik denk dat we een beetje moeten gaan roepen zometeen. En zingen. En vooral gaan we zingen. Meneer de kapelmeester, zullen we nog een liedje zingen om. Zou de goede Sint wel komen? Het weer. Gaan wij zingen? Klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar zachtjes tegen het raam. Het is een vreemdeling zeker die verdwaalt. Ik hoor niks jongens, zing eens gezellig allemaal mee. Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas. Ons vanavond een bezoek. En strooi dan wat lekkers in een of andere hoek. Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, breng ons vanavond een bezoek. En strooi dan wat lekkers in een of andere hoek. Ja? Ja, nou, we gaan nog eens even kijken aan de waterkant, de burgemeester. Want ja, ik weet niet hoe het met de stroming zit, maar... Vorig jaar kwam hij van die kant. Ja, vorig jaar kwam hij van die kant en ik had... Gaan we goed kijken? Ja, ik zie een Spaanse vlag. Ja, ik zie in de vecht van de Spaanse vlag. Nu moeten we gaan roepen. Sinterklaas, Sinterklaas, hier. Daar gaan we. Sinterklaas, Sinterklaas, hier. Ja, ik zie er ook. Hier is het. Ja,
Kinderen, je moet eens die kant uit kijken. Zien jullie daar een paar vlaggen? Aan die kant. Ik zie een paar vlaggen. En dat is de boot van Sinterklaas. Hallo, deze zwaaien, jongens, daar zitten we in het centrum. Dag Sinterklaas, dag Sinterklaas. Hier moet u zijn. Zie je nou? Waar? Goed zo.
Zo, ketting even goed doen. Oh, yeah.